Capon kan overlaten aan Chavarria. Voorzet komt, dat is goed. En Steijnen met de redding. Op de inzet en nu is hij geklopt. Het is Oussala die er 1-0 van maakt. Precies halverwege de eerste helft. Goed voorbereidend werk van Chavarria. Dat is zeker een vast zo. Werkt hard. En dit is een uitstekende voorzet. Heel leven het kopje van de jager. En dan komt die bal bij Oussala. En tussen de beentjes van Stijn Steijnen. Zodat hij net iets beter kunnen doen. Maar dat lukte hem niet. Capon. Daar zit een dekker tussen. En nu de onderschepping van Capon. Pavlovic. De jager pikt op. Kan hem afleggen. De jager zoekt de doellijn. En daar is de goal. Het is weer Oussala. Het is 2-0. Vijf minuten na de eerste. Ook de tweede voor KV Kortrijk. Balletje was misschien wel bedoeld voor Capon, want die zat vast bij Bodor. Dus pikte de jager op. Die durfde de actie te maken tot aan de doellijn bijna. En dan reageert Oussala veel beter dan de beerschotverdediging. En tikt hij hem in de lege goal. 2-0.